Welkom bij de samenvatting van deze hele game. Niet Link, maar Zelda speelt de absolute hoofdrol in The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Je begint deze game wel als Link. En je start vrijwel direct tegen een gevecht met Ganon. En terwijl hij daar druk mee bezig is, zou ik het leuk vinden als jij even een duimpje omhoog doet en abonneert. Dat is een kleine moeite. Link wint het gevecht van Ganon, maar Ganon trekt hem mee in een scheur. Met zijn laatste krachten schiet hij een pijl op het kristal waar Zelda in gevangen zit. En daarom kan Zelda eruit breken. Maar was dit wel de echte Ganon? Zelda begint te rennen om aan de grote scheur te ontsnappen en komt gelukkig veilig aan bij Hyrule Castle. In eerste instantie is de koning blij om Zelda weer te zien. Maar ook hij wordt opgeslokt door zo'n gekke scheur. De koning en zijn hulpjes lijken terug te komen, maar kijk eens naar die ogen. Dit zijn dubbelgangers. De dubbelgangerkoning laat Zelda opsluiten in een cel. Maar daar vliegt een mysterieus wezentje genaamd Tree haar cel in. En Tree geeft Zelda zijn staf. Met deze staf kan Zelda vijanden en objecten klonen om te gebruiken in heel Hyrule. Met behulp van haar vriendin Impa en de staf van Tree weet Zelda te ontsnappen uit haar cel. Zelda is net weggerend van de scheur, maar het duurt niet lang voordat ze daadwerkelijk er toch in moet. Want de scheur slokt Hyruleanen op en Zelda wil hun natuurlijk bevrijden. En dat is niet het enige. De scheuren moeten ook weg uit Hyrule. En dat kan alleen door erin te gaan. In die scheuren zitten vaak ook tempels vol met puzzels, vijanden en eindbazen. Of in het geval van Link een tussenbaas. Dit gevecht met Link, of eigenlijk dubbelganger Link, is cruciaal. Want op het moment dat Zelda hem weet te verslaan, kan Zelda zijn zwaard oppakken. Want vanaf dit moment kan Zelda ook de kracht van Link gebruiken. Bijvoorbeeld zijn zwaard. Aan het einde van iedere tempel moet Zelda het opnemen tegen een klassieke eindbaas. Dit is de eerste, de Dreuntalers. Een rotsblok met glimmende ogen en handen. En voor het eerst ervaart Zelda hoe het is om Pokémon trainer te zijn. Althans, dat was mijn beleving. Omdat Zelda voor het eerst na moet denken welke vijand echo's zij nu gebruikt om deze Talus te verslaan. Zelda is de Talus de baas en een groot deel van de scheur verdwijnt. Hyrule is weer een stukje veiliger. Hierna krijgt Zelda de keus of ze het eerst naar de Gerudo-woestijn gaat of naar de Zora-baai. Ook de Gerudo's hebben last van heel veel scheuren in hun mooie woestijn. Dona, de dochter van de leider, stuurt Zelda erop uit om scheuren te herstellen. En nadat Zelda helpt om een echo-oplichter te ontmaskeren, heeft ook de leider van de Gerudo's genoeg vertrouwen in Zelda om haar toe te laten tot de grootste geheime locatie. De tempel onder de zandvlakte. Waar ze Link weer tegenkomt. Link is zijn zwaard al kwijt, maar hier heeft hij nog een boog. En er is hier niet één Echo Link, nee, er zijn er meerdere. En ze proberen allemaal op Zelda te schieten. Maar Zelda wint en heeft nu ook de kracht van de pijl en boog van Link gestolen. Nou ja, gekopieerd. Zelda vervolgt de weg door de Gerudo-tempel, vindt natuurlijk weer een meestersleutel. En daarmee kan ze naar de volgende baas. Mogriff. Dat is een gekke mol die in eerste instantie vooral onder het zand schuilt om zijn aanvallen te doen. Maar naarmate Zelda deze bijzonder brilde mol weet te klappen, blijkt hij opeens vleugels te hebben en kan hij zandtornado's afvuren. Maar uiteindelijk ligt hij op zijn rug, is hij verslagen. En krijgt Tree, net als na elke andere baas, weer wat extra kracht. De Gerudo's zijn geholpen en Zelda gaat op weg naar de Zora-baai. In dit waterrijke gebied komt Zelda eerst de rivierzora's tegen. En dit is hun leider, genaamd Dread. Hij kijkt heel boos. Dat komt omdat hij ruzie heeft met de leider van deze zeezora's. Kijk maar, Rushara die kijkt net zo boos. Dat komt omdat ze allebei denken dat ze de beste muzikant zijn van de twee. Als zij samen mooi spelen, komt namelijk de machtige vis Jabu Jabu tevoorschijn. Maar die is al heel lang niet meer gezien. En dat komt dus omdat zij niet meer in harmonie met elkaar samenspelen. Maar na dit vreselijke samenspel is hij daar toch. Jabu Jabu. Maar hij is helemaal niet blij en hij eet de kinderen van de Zora's op. Kushara en Dread gaan erachteraan. En Zelda moeten we helpen om de scheur te herstellen in de Zora-baai. En gelukkig zien Dread en Kushara in dat het toch wel werkt om samen te werken. Ja, dit was een mooi stuk muziek. Jabu Jabu is nog steeds super boos. Maar Zelda is ook te sterk voor Jabu Jabu. En kan nu de scheur gaan herstellen in de Zora-baai. Deze tempel staat natuurlijk volledig in het teken van water. Met Vokavor of Vokevor of... Hoe spreek je dit eigenlijk uit? Anyway, dit is de eindbaas van de Zora-tempel. Hij zwemt alleen maar rondjes. En Zelda probeert om de blauwe bubbels op zijn rug te verslaan. Met behulp van vogels. En natuurlijk de kracht van Link. En ook deze baas gaat eraan. En natuurlijk moet er dan nog meer muziek gemaakt worden in de Zora-baai. Maar op dat moment verschijnt er een gigantische scheur in kasteel Hyrule. Maar met een trampoline en een put weet Zelda onder het kasteel te komen. En daar betreedt ze een nieuwe scheur. Zelda schrikt zich kapot als ze ziet dat haar vader ook opgeslokt is door een scheur en is versteend. Maar daardoor weet ze dat dit niet haar echte vader is. En van wie was deze speer ook alweer? Nu is het echt tijd voor Zelda om te laten zien waar ze toe in staat is. Want nu moet zij het zelf tegen Ganon opnemen. Ganon gebruikt zijn oude vuurtrucjes met vuurballen en vuurvleermuizen. Maar Zelda gaat
gaat gewoon even slapen tussendoor om haar hartjes te herstellen. Maar na een lang gevecht weet Zelda met hulp van Link's kracht uiteindelijk toch Ganon te verslaan. En is de scheur rondom kasteel Hyrule gelukkig verdwenen. Maar wie maakt deze muur kapot? En verschijnt hij hier op het laatste moment toch nog onder kasteel Hyrule? Het zijn twee mysterieuze armen en daar is Link! En Link weet de armen terug te dringen in zijn hol. Maar Zelda is op dat moment al aan het verdwijnen en oh nee, Link wordt gevangen genomen. In plaats van Zelda. Zelda's vader, de koning, is gelukkig gered. En nu er geen Echo Koning is, mag Zelda eindelijk haar normale kleding aan. Nu is het tijd voor Zelda om de krachten van de drie godinnen te vinden. De eerste kracht bevindt zich bij de Gorons op de Elden Vulkaan. Voor de tweede kracht moet ze naar de Deku spruiten in het Deku Woud. En ergens tussen de Nanairu en de Hebra Berg bevindt zich de derde kracht. Op de vulkaan ontmoet Zelda, de Gorons. En die hebben net een nieuwe leider, genaamd Darston, die een beetje onzeker is. Darston wil zich bewijzen en probeert Zelda op alle mogelijke manieren te helpen en opent hier het pad naar de volgende scheur. Zelda bevindt zich op dit moment in een vulkaan, dus er is overal vuur en lava. En op de vulkaan is een gigantische draak, genaamd Volventia. Maar eigenlijk heeft Zelda het hier vrij makkelijk, want ze heeft twee hele goede hulpjes die haar helpen. En Zelda kan gewoon vanaf een afstandje kijken. Hier wordt de laatste tik uitgedeeld en is ook Volventia keihard verslagen door Zelda. En Zelda ontvangt de eerste van de drie krachten die ze nodig heeft van de godinnen. En omdat Darston zo goed geholpen heeft, wordt er natuurlijk niet alleen gejuicht voor Zelda, maar ook zeker voor de nieuwe leider van de Gorons, Darston. Zelda vervolgt in een kattenpakje haar weg richting het Faronwoud, waar ze de Deku-spruiten tegenkomt. Achter deze deur hierboven vind je de snoephoek. En Zelda wil daar naar binnen. Alle Deku-spruiten zijn verslaafd aan suikerspin. Maar Zelda wil juist alle spinnenwebben verwijderen uit het Faronwoud. Maar de Deku-spruiten zijn er verslaafd aan en worden dus boos op Zelda. En ook in het Faronwoud wordt Zelda opgesloten in een cel. Déjà vu. Gelukkig weet Zelda te ontsnappen. En omdat ze deze spruit heeft geholpen, krijgt ze de ledenpas. En mag ze eindelijk de snoephoek in. Eenmaal binnen ziet ze dat er nog veel meer Deku-spruiten aan het snoepen zijn. En hebben ze totaal niet door dat ze worden opgeslokt door de volgende scheur. Deze scheur is dicht begroeid met allerlei gras en wezens en tussentijdse bazen. Maar daar heeft Zelda geen boodschap aan. En je kan al raden wie of wat de baas is in deze scheur natuurlijk. Het is deze gigantische spin, genaamd Goma. En die ken je misschien nog wel uit andere Zelda-games. Goma heeft kristallen op zijn poten die Zelda elektrocuteert met behulp van een electric keys. Dat is die vleermuis. En nadat hij een paar keer naar beneden gedonderd is, roept Zelda weer de kracht van Link op en is ook Goma verslagen. Easy voor Zelda. En ook het Faronwoud en de Deku-spruiten zijn bevrijd van een gigantische scheur. Maar belangrijker, de kracht van de tweede godin is nu ook van Zelda. Zelda vervolgt de weg naar het koude Hebra-gebergte. En daar komt ze deze vriendelijke Yeti-achtige reus tegen, genaamd Konde. Konde is zijn vader verloren en zijn broer is nu ook weg. Hij mist zijn familie. En boven op de berg lijkt het erop dat Konde zijn broer heeft gevonden. Maar dit wezen springt keihard weg op het moment dat Konde aankomt lopen. En in deze scheur op het Hebra-gevechten is het vooral een dans tussen vuur en ijs. Op het ene moment moet Zelda gebruik maken van het ijs en het andere moment van het vuur om door deze scheur te komen. Zelda moet vechten met diverse ijsmonsters. En is de eindbaas nou Konde's broer? Scorchill. Deze eindbaas heeft een helm die lijkt op de helm van professor Xavier van X-Men. Hij beschermt hem tegen van alles en nog wat. Maar met behulp van vuurmonsters weet Zelda de kracht van de helm te ontnemen. En met behulp van een roedel wolven en de kracht van Link weet Zelda uiteindelijk ook deze eindbaas weer te verslaan. En ook de kracht van de derde godin is nu in het bezit van Zelda. En Zelda heeft ook nog goed nieuws voor Konde. Want Zelda weet te vertellen dat de broer van Konde helemaal niet boos is op Konde. En dat maakt Konde zo blij. Maar dan, bovenop de berg neemt de geheimzinnige donkere kracht bezit van Zelda. En wordt Zelda opeens uitgespuugd. Wat gebeurt er? Er is een echo gemaakt van Zelda. Precies op het moment dat Zelda de zegeningen van de godin heeft gekregen. Dus die heeft de echo nu ook. Zelda wordt wakker in haar eigen bed. Maar Zelda rent gelijk het kasteel uit. Want ze laat het hier niet bij zitten natuurlijk. Ze wordt naar dit mysterieuze beeld midden in het oude woud gestuurd. En door de puzzel op te lossen, vormt zich de Triforce en komt er een nieuw pad open te liggen voor Zelda. En achter dit pad bevindt zich de oudste boom van Hyrule. De Deku-boom. En met behulp van de godinnen daalt Zelda af
onder de boom. Maar daar is ook de Echo Zelda. En de echte Triforce verschijnt. Dit is de sterkste kracht in heel Hyrule. En voor één moment lijkt de Triforce zich te binden aan de neppe Zelda. De Triforce gaat de lucht in. En de mysterieuze kracht verschijnt achter de Triforce. De Triforce breekt uiteen in drie stukken. En de Echo Zelda krijgt het eerste stuk. Maar de echte Zelda krijgt het tweede stuk. En waar gaat het derde stuk van de Triforce nu naartoe? De neppe Zelda verschijnt door het nieuwe gat wat is gecreëerd door het derde stuk van de Triforce. En de echte Zelda gaat erachteraan. De donkere massa, de duistere kracht, wordt nul genoemd. En die zie je hier in de verte. De neppe Zelda is aangekomen bij Link en het derde stukje Triforce gaat naar Link. Link zit nog steeds gevangen genomen, dus hij kan niks doen. Terwijl de echte Zelda en de Echo Zelda met elkaar vechten. De echte Zelda gebruikt de kracht van Link wel om de neppe Zelda te verslaan. De Echo Zelda is verslagen. En valt op de knieën. Maar dan verdwijnt ze weer. Waar gaat ze naartoe? Ze neemt in ieder geval de kracht van de Triforce mee. Nu is het Zelda die een pijl schiet tegen het kristal. En Link weet zich te bevrijden uit het kristal. En Link en Zelda zijn eindelijk weer samen. Dus tijd om de krachten te bundelen tegen de Echo Zelda en Nul. Want Nul heeft nog steeds het laatste stukje kracht van de godinnen. Het laatste stukje van de Triforce. En met dit stukje van de Triforce heeft hij genoeg kracht om heel Hyrule in één grote scheur te veranderen. Iedereen wordt opgeslokt. Het gevecht tegen Nul gaat beginnen. Zelda heeft inmiddels een supersterke echo. Maar ze heeft inmiddels niet meer de krachten van Link, omdat ze het zwaard en het schild heeft teruggegeven aan Link. En daardoor kunnen ze samen vechten. Er wordt gestreden tegen enge klauwen. Zelda wordt meegesleurd in het water, waar ze haar haaien laat vechten tegen Nul. Nul verandert in een of ander gek demonisch kloppend hart met armen. Het laatste stukje van de Triforce verschijnen. Met de laatste kracht weten Zelda en Link dit uit Nul te trekken. En Nul is verslagen. Nul weet niet wat hij moet doen. Nul zakt uiteen. En de Triforce raakt weer compleet. De kracht van Tri en de Triforce is weer aanwezig in Hyrule. En alle scheuren verdwijnen. Iedereen is blij, maar Zelda toch een beetje verdrietig. Omdat Tri hiermee ook verdwenen is. Bedankt voor het kijken. Welke game moet ik als volgende doen? Laat het weten in de comments.